Nu, Stevie Wonder was een van de goede dingen waar ik mee opgegroeid ben. Maar mijn vader was een Engelsman. En hij was een hele grote fan van Tom Jones en Engelbert Humperdinck. Nu, dit is iets dat je over mij moet weten, over mijn jeugd. Ik ging niet graag naar school. Ik haatte dat als de pest. Ik heb elke seconde gehaat dat ik op de schoolbanken heb doorgebracht. Ik zat daar constant van, ik moet hier zitten lusteren naar mensen. Ik ben na al slimmer dan dat jij zei. Shut the fuck up. Ik ga nooit iets doen met hetgeen dat jij mij aan het vertellen zei. Ik wil hier weg. En na 8 uur van die hersendode, indoctrinerende flauwekul kwam ik thuis, deed de deur open en het eerste dat je dan hoort is... It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. Da-da-da-da. But when I see you hanging about with everyone, it's not unusual to see me cry. And I wanna die. Ik wist exact hoe Tom zich voelde op dat moment. Ik had zoiets van, ja, Tom Jones, ik wil ook dood. Mijn vader vond dat geweldig. Die stond er dan volledig uit zijn pan te swingen in de woonkamer, in zijn onderbroek. En die had echt geen figuur dat je wilt zien in een onderbroek. En geen leuke boxershort. Nee, zo'n uitgeleurde slip waar die ballen zo heen en weer in aan het botsen waren. Bloody great song, Alexi. Have you heard this one before? No, I'm too busy watching your balls bounce around, Dad. Sorry. Kwam mijn moeder ook nog binnen. Maar John, what you put that music on so hard for all the time? Put dat toch een little bit stiller, godverdomme. Zoals jullie al kunnen vermoeden, mijn moeder komt uit Limburg. Limbabwe. Oh man. Mijn zus was ook vreselijk. Oh, trouwens, mijn vader, dat wou ik nog even vertellen. Mijn vader is overleden. Al wel een paar jaar geleden, moet ik zeggen. Die is gestorven in 2002. Vlak voordat ik het Leids Cabaret Festival gewonnen had en zo wat doorbrak. En zo, die heeft mij nooit zien optreden. En nu dat ik hier sta, in het Sportpaleis, toch een gevoel dat ik iets verwezenlijkt heb, dat toch cool is. Waarvoor allemaal bedankt trouwens, want als jullie hier niet waren, man... Nee, serieus. Je hebt geen idee hoeveel dat deze voor mij betekent. Dat is echt mega cool dat jullie er allemaal zijn. Maar ik vind het heel jammer dat mijn vader hier niet is vanavond. Ik had het leuk gevonden dat hij hier op de eerste rij had gezeten. Om dat toch eens te zien dat hij trots kon zijn op zijn zoon. Want dat is nooit echt gebeurd toen dat hij leefde. Dus nee, klopt. Dat is waar. Je moet niet oh doen. Dat is niet erg. Hij is dood. Ik leef nog. Maar... Nee, maar ik mis hem wel op dit soort momenten. Dus ik zou het cool gevonden hebben dat hem hier van voor gezeten had. Zo. Alleen in zijn huidige staat was het een beetje raar geweest. Mensen ernaast, maar die gast die stinkt, jong, dat is echt niet normaal. Zij, die zijn oor is er juist afgevallen. Is dat normaal? Vallen mensen hun oren eraf in Antwerpen? Dat gebeurt bij ons niet in Ehrenbodegem. Dat was allemaal. Dat klopt eigenlijk niet. Mijn vader is gecremeerd, dus dan zou er zo potteken op de eerste rij staan. Dat is ook een beetje raar. En ik moet wel vertellen, zo 2 weken na de crematie ging ik met mijn zus op bezoek bij mijn moeder. En we klopten aan en mijn mama deed open. En het eerste dat hij tegen ons zei was, papa is thuis. En ik keek zo naar mijn zus van, oeh, dat is niet goed. Hè? En mijn zus zo heel voorzichtig, mama, papa is dood. Mijn moeder, ja, dat weet ik ook wel. Hij staat daar in een pot op de schoorsteen. Past perfect bij de gordijnen. Rood met goud. En dat klopt nog ook. Mijn mama combineert graag. Vraag mij wel af wat die doet met die urn als wij er niet zijn. Ik zou eens binnenwandelen. Maar waar is onze pa? Wat? Nergens? Nergens? Is dat nergens? Je kunt het nog, John. Je kunt het nog. Geeft ook een nieuwe betekenis aan het woord boner. Een smerige mop, maar ik vind het grappig.